Deze moerbeivariëteit is eigenlijk een kruising tussen de witte moerbei Morus alba en de Morus kagayame, of de dakmoerbei. Nu, aan blad zie je dat niet, want die heeft een gewoon hartvormig blad, zoals alle moerbeien. Maar dat is een zeer interessante variëteit, omdat die toch wel heel goed lentevorstbestendig is. Die is zeer winterhard uiteraard ook, maar die is ook heel goed lentevorstbestendig. In die mate zelfs, dat wanneer de knoppen uitlopen in de lente en het vriest, dat die toch die vorst overleven. Wauw. Het is ook de eerste moerbei die rijpt. Dus die vruchten zijn de allervroegste van al de variëteiten. En hoe heet die nu? De variëteit is Joegoslavia. Dus uiteraard de variëteit uit Joegoslavië. Ja. Verder geen speciale variëteit, namelijk noem die Joegoslavië, omdat die uit Joegoslavië komt. Ideaal, ik ga die een keer proeven. Hè? Ja. Het zijn lekker zoetzure zwarte vruchtjes. Hoe lang leef Joegoslavië? Die niet zo gemakkelijk van de boom vallen trouwens. Je moest ze er echt afplukken. Pas als ze echt helemaal rijp zijn, dan vallen ze af. Maar verder, het is dus een plukvariëteit. Ideaal. Het zijn variëteiten die je gemakkelijk van de boom kan schudden, maar deze moet je dus best plukken. Super.